Dik Advocaat 10 maanden bezig bij Curaçao. Kun je die 10 maanden eens de revue laten passeren? Waar staat het elftal nu? Nou, we staan in alle competities, doen we mee. We hebben 2 kwalificatiewedstrijden voor de WK gespeeld, beide gewonnen. Dus dat is wel belangrijk. We willen ook graag volgend jaar naar Amerika voor de Nation League ook, dus de Gold Cup. Nou, daar hebben we 2 gespeeld, 1 gewonnen, 1 verloren. Maar dat hebben we nog, dan moeten er nog 4 wedstrijden komen. Dus nummer 1 gaat direct over en nummer 2 speelt nog een kwalificatiewedstrijd. Dus dat ziet er op zich allemaal wel goed uit. Is het je mee of tegengevallen, de kwaliteit die je in het begin had en die je nu hebt? Nou, je hebt natuurlijk niet altijd dezelfde spelers. En dat zien ze niet. Maar je verwacht altijd meer. Maar dat kan soms niet. Je hebt natuurlijk gewoon met de kwaliteiten te maken die groep heeft. En dat wil je steeds beter maken. Zowel individueel als team. En daar ben je continu mee bezig. Maar dat is op zich ook al moeilijk. Omdat je ziet ze haast nooit. En als ze hier komen, hebben ze 2 dagen. Ja, wat kan je doen in 2 dagen? Praten. Hoe goed is Curaçao in jouw ogen? Nou, het is een moeilijk verslaanbaar team. Als dat elfde echt weet wat ze doen moeten, dan... En dat weten ze, want dat wordt continu herhaald. En zoveel mogelijk in dezelfde manier van spelen. Dus duidelijkheid brengen bij het elftal. Nou, we zijn moeilijk te verslaan, dat blijkt nu al. We hebben 6 wedstrijden gespeeld. We hebben er 1 verloren, 1 gelijk en 4 gewonnen. Dat zegt al eigenlijk genoeg. Je had een heel wensenlijstje aan het begin om input te krijgen in het elftal vanuit andere competities, buitenlandse competities. Ja. Hoe kijk je daar nu tegenaan, 10 maanden verder? Nou ja, dat is bijna niet gelukt. Het zijn eigenlijk nog steeds dezelfde spelers die er toen waren. We hebben ze wel enthousiast gemaakt, een aantal spelers, maar die hebben nog niet besloten om te kiezen voor Curaçao. En wie staat er bovenaan het lijstje, wat jou betreft? Nou, ik zou zelf John, maar dat weet hij ook, want dat heb ik hem ook persoonlijk verteld, graag erbij willen hebben. En dat was ook wel de enige die vrij positief over Curaçao sprak, maar die wilde er nog over nadenken. Ja, is dat iets wat de jongens van Heine en Ver onbekendheid hebben over Curaçao? Die er nu in spelen bedoel je? Nee, want die jongens die spelen al een hele tijd in het elftal. Maar die hebben zich, geloof ik, 5 jaar geleden voor de laatste keer een keer gekwalificeerd voor de Nation League. Ja, dat willen ze nu ook meemaken. Succes. Ja, dankjewel.